We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 14 oktober. Tijdens de avond en nacht is het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich mogelijk nevel in enkele gebieden. Morgen, zaterdag 14 oktober, blijft het overwegend droog. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen, zaterdag, de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.